Op basisschool De Favoriet in Panningen is dinsdag een schoolbibliotheek geopend. In samenwerking met de bibliotheek is er nu een plek ingericht voor de boeken van de school. Nou, we hadden wel wat kasten staan en zo. En we zijn dan gefuseerd, Nieuwe School en De Wissel. En al die boeken die zijn wel bij elkaar in een kast gekomen, maar niet echt heel gestructureerd. En met alle soorten boeken die er zijn, het was een beetje een allegaartje. En nu is het mooi georganiseerd met alle verschillende boeken. Wat kinderen leuk vinden om te lezen, prentenboeken en moppenboeken en informatieboeken. Dus het is enorm aangevuld. Kinderburgemeester Sarah Fransen mocht de naam van de bieb onthullen. Ze is er bijna. De Boekenbuun. Ik vind het wel heel leuk, want de laatste keer dat er een bieb was, dan was toen ze nog niet gefuseerd waren. En nu is het ook echt een bieb waar je boeken kan lenen met een pasje, want dat was eerst niet. Nou, alle kinderen krijgen een eigen pasje en alle groepen hebben een groepspas en daar kan op geleend worden, zoals je normaal bij de bieb ook gaat lenen. Het enige verschil is dat de boeken wel op school blijven. Dus de kinderen die boeken gaan lenen, lezen de boeken in de klas. En als ze boeken thuis willen lenen en lezen, dan moeten ze even naar de bieb van Maas en Peel om daar boekjes uit te zoeken. Maar ja, voor alle kinderen is dat gratis, dus een pasje aanvragen en dan kan iedereen daar ook terecht. Want lezen is namelijk superleuk. En wist je dat als je goed kan lezen, dat je eigenlijk vaak alleen maar meer en meer gaat lezen? En als je dat gaat doen, dan wordt zelfs je taal heel erg goed. Je woordenschat, je spelling, je schrijven, al dat soort dingen kan allemaal beter worden als je veel leest. De klas met de kinderen die de naam voor de bieb uitzocht, ontving een boek. Een versje, een verhaaltje over dieren die gaan praten. Of over een klein muisje dat een windje heeft gelaten. Maar ze schrijft ook over dingen die gebeuren op een school. En over 7 kikkers in een pan vol boerenkool. Na de opening werden er workshops gegeven door schrijvers en